ontmoet Phil Hunter, een van de rijkste dieven in Troom States. Dit is de juiste slotpin. Wat is dat voor geluid? Wie is dat? En dit? Oh, dit is Mark. Ha, wat is dat nou? En hoe hard hij ook probeert, hij blijft een arme kruimeldief gedurende zijn hele criminele carrière. Dat is hilarisch. Hoewel, ik zou zo'n roekeloze partner wel kunnen gebruiken. Oh nee, politie! Waar moet ik heen gaan? Het is Phil, we gaan weg. En ja, Phil Hunter heeft zijn eigen helikopter. Tot ziens, collega. Deal! Ik heb nu ook vervoer nodig. Ga! Step! Geen helikopter natuurlijk, maar ik ga in ieder geval niet te voet. Waar is hij? Elke minuut telt. Wauw, ik heb echt hard gelopen. Waarom duurt het zo lang? Sorry, ik had geen geld voor de metro. Waar is je masker? Oh, ik vergat het. Neem dit. Bedankt, ik zal het je teruggeven, dat beloof ik. Wat is er? Oh, het jeukt. Nou, Mark heeft duidelijk weinig ervaring met grote overvallen. Ik ben er klaar voor. Oh jee, met hem samenwerken was een slecht idee. Oké, Mark, we moeten van de camera's af. Dat kan ik doen. Haha, de grote vangst wacht op ons. Wat is dat? Waar heb je die camera vandaan? Van die toeristen daar? Lachen! What? Wacht, waar is mijn camera? En de mijne? Ik heb hun camera's afgepakt. Net zoals je vroeg. Phil, je ziet er goed uit. Nee, we kwamen hier om een bank te beroven. Begrepen, de fotosessie komt later. Werk gaat voor. Ik zie daar geen honden. Auw! Hij neemt me in de maling. Wow, wat een stijlvolle plek. Mark! Ik zie mezelf er al zitten. Oh, zeker. Nou, wat hebben we hier? Gezond. Dit gaat niet over je gezondheid. Stop met rotzooien. Geef dat aan mij. We moeten de kluis kraken. Dat is waarom ik graag alleen werk. Nou, nu kun je zien wie van onze overvallers een echte professional is. Ik verveel me. Ik weet het. Dit is het. Ik snap het niet. Oh, arme, naïeve Mark. Dit is nep. Open! Mijn oren! Oeps! Ai, ai, ai. Sta gewoon stil en raak niets aan. Oh, dat was onhandig. Phil, er is hier een nummer hier. Het lijkt op een geheime code. Dit is de geheime code. De kluis is open. En toch hebben de jongens hun missie volbracht. Maar nu gaan beide overvallers weer hun eigen weg. Dus de rijke Phil is weer in business. Zal zijn onderneming deze keer succesvol zijn? Wauw, wat een stank. Ik moet luxe ruiken. Nou, wat hebben we hier? Laserbeveiligingsalarm? Ha, geen laser kan me stoppen. Ik heb een diamantenpak. Laten we gaan. Ja, het werkt vlekkeloos zoals altijd. En by the way, het staat me erg goed. Mamma mia, ik moet hier weg. En onze arme Mark lijkt echt platzak te zijn. Hij heeft niets te eten, dus moet hij vissen. Maar wacht eens even, vissen is maar een dekmantel. Deze vis is alleen voor mij. Kom op, schat, laat me niet in de steek. Hebbes. Het is een prachtige vangst voor vandaag. Oh, waar is mijn smartphone? Oh nee, help, help. Wat is er gebeurd? Mijn smartphone is weg. Nou, ik moet gaan. Het was gewoon hier. Rustig maar, we vinden hem wel. Uw nummer alstublieft. 246-4702. Ze kunnen me niet meer zien vanaf hier. Oh, mama's. Ik hoor het rinkelen. Wacht hier. Ik heb het gevonden. Alsjeblieft. Dankjewel, officier. Het is mijn plicht. Eén momentje. Ik denk dat ik die paraplu ergens zag. Het is een stranddief. Nou, vissen gaat niet goed vandaag. Hij is het. Stop. Ondertussen ging de rijke Phil Hunter op zoek naar een nieuwe buit. Daar is hij. Een vaas van $2 miljoen. Het is tijd om te beginnen.
Kijk eens naar mijn dievengereedschap. Kijk nu hoe de pro werkt. We doen voorzichtig, zodat het glas niet breekt. Hebbes! Nu halen we de uitgesneden cirkel eruit. Geweldig! En de vaas is van mij. Oh, nee! Ik had dit niet voorzien. Wat moet ik doen? Ik vervang hem gewoon door iets zwaars. Ik heb een paar miljoen bij me. Is het gelukt? Ik ben briljant. Missie volbracht. Ik heb het object. Het is tijd om te gaan. Haha. Er was gisteren een overval op het Metropolitan Museum. Kom op, echt? Dat is het nieuws. Hoeveel kost die vaas? 2 miljoen. En de dief is ervoor weggegaan. 6 miljoen. Het gaat niet om het geld. De arme dief Mark heeft eindelijk besloten om ook iets heel kostbaars te stelen. Wow, het is perfect. Maar hoe krijg je het hier weg? Ik heb geen dure gadgets voor zulke diefstallen. Wow, ik ben zo opgewonden. Oh, wat als ik het met mijn vingernagel probeer? Net als in coole spionage-blockbusters. Nee, dat is nutteloos. Maar dat is prima. Ik heb een gereedschap voor noodgevallen. Daar gaan we. Haha, het werkte. Het is mijn kroon. Oh, wat moet ik nu doen? Is hij uitgegaan? Nee, oh, dat is een probleem. Kijk eens naar deze tentoonstelling. Het is een mooie afspiegeling van de menselijkheid. Maar goed, laten we gaan. Wauw, ze zijn weg. Ik heb pech. En nu heb ik ook al honger. Het is Mark toch nog gelukt om onopgemerkt uit het museum te ontsnappen. Ik ben weer vergeten nieuwe handschoenen te stelen. Dat is goed. Deze volstaan. Oki City's beste dief is hier. Laat de overval beginnen. Ik zal de meest waardevolle dingen meenemen. Oeh, dat is interessant. Nou, laat eens kijken. Een handleiding voor clowns? Dat is precies wat ik nodig heb. Oh, een boot. Het is zo mooi. Nou, ik heb er al één. Nu is die van mij. Ja, als Mark al deze dingen als het meest waardevolle in dit appartement beschouwt, dan is het duidelijk waarom hij zo arm blijft. Nu ga ik zeker rijk worden. Oh nee, zijn dat mijn voetafdrukken? Ik kan het zo niet achterlaten. Ik moet zo snel mogelijk van het bewijs af. Ik zal het goed moeten opruimen. Ik hoop dat ik nog wat tijd heb. Deze mensen zijn zo slordig. Hoe kunnen ze leven in zo'n puinhoop? Dat kan toch niet? Nou, dit is echt veel beter. Denk je niet dat Mark zich een beetje liet meeslepen? De inbraak is meer geworden als een appartement schoonmaken. De vloer is schoon. Het is tijd om te gaan wassen. Droeg een stinkdier dat? Je hebt een wasmachine nodig. Dit is de eerste keer dat ik zo'n vies appartement beroof. Oh, en ik zal mijn masker ook wassen. Ah, nu is alles sprankelend. De vuilnis weer. Het lijkt wel of hier biggetjes wonen. Geweldig. Nou, wat een dag. Het appartement is schoon. Oh. Mami, wie is dat en wat doet hij in mijn appartement? Oh, sorry. Ik wist niet dat we schoonmaakdiensten bestelden. Dit is je fooi. Bedankt. Heb een schone dag. Doei. Wat is dit voor vreselijke plek? Aan de inrichting te zien ben ik aan het verkeerde adres. Er valt hier niets te stelen. Alleen wat goedkope spullen. Haha, maar dat is al interessant. Er moet binnen iets zijn dat de moeite waard is. Laten we eens gaan kijken. Kom op, maak me blij, garderobe. Wat? Wat is dat? Waarom zijn er zoveel foto's van mij? Oh, Phil, je bent een echt idool voor me geworden. Oh, het is hem weer. Ik volg elke high-profile zaak. Oh, wat heb ik hier? Je horloge. Ik stal de jouwe eerst. Whatever. Dit is zo'n eer. Kun je op zijn minst deze muis meenemen? Nee. Een schip? Echt niet. Bloem, ik heb je handpal niet nodig. Oh, ik weet het. Geef me je handtekening alsjeblieft. Oh, die fans. Oké, het zij zo. Dag vriend. Veel succes! Wil Hunter zelf was bij mij thuis. Waar is de handtekening? Oh, ik denk dat ik hem heb. Wacht eens even.
Ja, daar is hij. Dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Nou. Arme Mark is terug op de schattenjacht. Die ene zal niet werken. Te voorzichtig. Die ook niet. En dat is mijn cliënt. Hey, kijk uit waar je loopt. Sorry. dit is geen portemonnee. Weer pech. Het verhaal van twee zulke verschillende dieven, Phil en Mark, gaat verder. Wat denk je, dat elk van hen in de toekomst te wachten staat? Zal Mark net zo rijk worden als Phil? Schrijf je antwoorden in de comments onder deze video. Vond je onze video leuk? Geef hem dan een duimpje omhoog, abonneer je op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Tot ziens!